Vanochtend vroeg hebben we een brief gestuurd aan de partij Democraat. We hebben eerst gisteren na het ontvangen van de brief van Partido Democraat met onze partijraad en bestuur en ook de mensen, de kandidaten op onze lijst, hebben gisteravond vergaderd, ook intern in de partij, hebben we beslissing genomen dat, gezien het feit dat Partido Democraat de deuren heeft opengemaakt om onderhandelingen zeg maar, te gaan doen met Partido UPB, denken wij niet dat wij in ieder geval geroepen zijn om een onderhandeling van drie te gaan doen. Omdat wij denken dat wij het recht hebben om onderhandelingen op een serieuze manier te doen, op een respectvolle manier te doen. Dus als partij Democraat denkt dat zij met de UPB verder willen onderhandelen, het is hun recht, maar wij doen een stapje terug en we zullen zien waar daar uitkomt. En mocht, Partido Democraat ons in een later stadium weer willen benaderen voor verdere onderhandelingen, moeten we eerst volgens mij heel serieus gaan praten, want de manier hoe die brief van gisteren is opgezet, de inhoud daarvan, de manier hoe het gedaan is, is zeg maar, volgens mij zeggen ze in het Nederlands onze zwarte piet spelen of zo, zeggen ze. Nou, dat is gedaan. Er zijn dingen geschreven in de brief wat niet klopt, maar ik laat het even in het midden gaan, niet over wie wat gezegd heeft. Het gaat erom, de intentie van de brief vinden wij één niet goed. En ten tweede, het is voor ons zeer, zeer raar dat wij zo'n 2,5 of 3 weken hebben onderhandeld. En het gaat heel goed. We hebben een 4-pagina, laten we zeggen, draftakkoord met elkaar bereikt. 1 kleine formulering mist nog voor interpretatie tussen DP en de MPB. En patsboom in het midden zegt men van nou, we gaan toch iets anders proberen. Ik denk dat er iets anders aan de hand is. Ik denk dat binnen de DP 2 kampen leeft. De ene zegt van nou, ga richting de MPB en de andere zegt dan, ga richting de UPB. Het is hun recht, we zullen afwachten en wij zijn in ieder geval om het volk te dienen. Wij zullen binnen de Eilandsraad ons werk doen en natuurlijk vinden we het jammer en natuurlijk hopen wij dat we ook binnen het bestuurscollege ons werk zou kunnen doen om het volk zeg maar, te dienen en zeker gezien het feit dat Bonaire zoveel challenges heeft, zeker als het gaat om onderhandelingen met Den Haag en zeker als het gaat om de inkomen die wij vinden dat onterecht is voor met name heel veel mensen die hier in armoede leven, economische situatie die hier niet zo goed is. Het is dat wij investeringen hebben gehad vanuit het Rijk, politiebureau, gevangenis, brandweer, gezondheidszorg. En onderwijs, dat wij een economische situatie hebben gehad van de laatste jaren dat wij het hebben kunnen overleven. Maar ik denk dat Bonaire veel beter verdient. Bonaire verdient zich te gaan positioneren in een internationale economie. En daar heb je goede mensen voor nodig. En daar heb je deugdelijk bestuur voor nodig. En het begint met civilized politics. Het begint met beschaafd politiek. Het begint met vertrouwen. En ik denk als wij met elkaar omgaan in vertrouwen en respect, denken wij dat we dat ook kunnen uitstralen. En ook uiteindelijk zullen investeerders, het volk, ons gaan vertrouwen. Dan kunnen we veel meer doen voor Bonaire. En dat zal Den Haag ook ons uiteindelijk gaan respecteren. Wat ik denk, de laatste jaren is het verzoek volgens mij respect jegens